Zo, daar zijn we weer. Vandaag gaan we het hebben over de Klips koptelefoons. Klips is een Amerikaans merk. Maakt wat mij betreft hele goede koptelefoons. Ik ben ooit begonnen met dit model. De Klips Image One met kabels. Hij werd netjes geleverd. Ooit gekocht bij een iBoot aanbieding. En sindsdien heb ik hem uitvoerig kunnen testen. En hij bevalt echt heel erg goed. Als je hem koopt, wordt hij geleverd in dit doos natuurlijk. En daarna zit hij dus in dit hoesje. Het is goed stevig materiaal. Klips logo bovenop genaaid. Dus hij zit goed beschermd erin. Maak je hem open, dan komt de mooie Klips koptelefoon tevoorschijn. Dit zijn ze. Nou ja, het ziet er gewoon netjes uit. Hij wordt compleet geleverd met een aantal tussenstukken. In dit zakje zit wat extra spul. Een vliegtuigadapter. En een stereoadapter. Die kan je eventueel gebruiken als je je Klips koptelefoon wilt gebruiken op een gewone normale stereo aansluiting. Daarna zit hij dus zo in zijn verpakking. Halen we hem eruit, dan krijg je hem zo te zien. Dit is een soort van leerachtige materiaal. Ik geloof, ja, het is niet echt leer hoor, maar het voelt wel als leer aan. Je ziet, de bovenkant is padded, dus er zit wat leer en schuim. Is goed tegen de hoofd, dan voelt het niet zo hard aan op je hoofd. En de bovenkant is ook met leer gestikt. De koptelefoon zelf voelt heel licht aan, het is niet zwaar. Zachte oorschelpen, die zijn draaibaar en kantelbaar, dus dat is wel lekker, zit goed op je oren zeg maar. En ze drukken niet te hard erop, dus het voelt lekker zacht aan. De koptelefoon zelf geven een goed geluid, zijn prettig om naar te luisteren en je kan ze ook een geruime tijd mee luisteren. Zonder dat het begint te irriteren. Daarnaast heb je voor de Apple toestellen. Heb je dit volumeknopje pauze en stop, geloof ik zo uit het hoofd. Pauze, play en harder en zachter. Dat zit erop. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat zit hierop. Kan je via deze knopjes besturen. En natuurlijk de golden plug. De 3,5 inch aansluiting. Voor de rest is deze Klips Image One een aanrader. Het is een goede koptelefoon, niet te duur. Ze geven het geluid goed door. Niet overdreven, net zoals de Beats bijvoorbeeld. Dus dit is zeker een aanrader. Daarnaast heb ik dus naast deze Klips met de kabels heb ik daarnaast gekozen voor de Klips Image One Bluetooth. Die heb ik op de kop kunnen tikken. En zoals je ziet krijgen ze in dit doosje. En dan worden ze hierin verpakt. Ook weer een hard case. Iets kleiner als de gewone Image Ones. Weer Klips logo gestikt. En als je hem openmaakt, dan komt er weer wat moois tevoorschijn. De Image One Bluetooth. Hele mooie koptelefoon. Nou, zonder kabels dit keer. En helemaal inklapbaar. En dat is ook wel zo fijn. Dit keer zijn de oorschelpen. Die zijn weer helemaal zacht leer bekleed. En je ziet ook, het is een beetje anders als de gewone. Hier zit het echt oorschelpen, die gaan dus over je oor.
En bij de Bluetooth versie, die gaat op je oor. En dat houdt het geluid ook een beetje tegen. Van buiten dan, buitengeluid. Daarnaast heeft de Image One Bluetooth de pauze play knop hier. Aan en uit, dat zit hier al. En achteruit en vooruit spoelen. Hij is dus helemaal inklapbaar. En ook weer kantelbaar. En draaibaar. Wederom is de bovenkant weer bekleed met leer. Dus dat zit weer lekker op je hoofd. En aan deze kant zie je niet zoveel bijzonders. Weer een soort relief op het plastic. Het is geen leer dit keer, het is gewoon plastic. Een USB-aansluiting die zit hier. Hier zit een gewone 3,5 aansluiting als je hem gewoon wil aansluiten. Met kabeltje. De volumeknop. Hard en zacht. En dan zit hier volgens mij nog een microfoon, want je kan er ook gewoon mee bellen. Dus je kan gewoon een gesprek voeren tijdens het muziek luisteren. Als je telefoon gaat, dan kan je hem gewoon met de clips beantwoorden. En dan kan je gewoon op play drukken. En dan kan je een gesprek voeren. Het geluid is hetzelfde, identiek aan de Image One met kabels. Dus dat kunnen we hier ook op de doos eventjes bekijken. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. 16 hertz bij 23 hertz. En volgens mij is die Image One, ik zal even kijken, volgens mij verschilt die net een klein beetje hoor. Dus even kijken waar dat staat hier. Even kijken. Nee, kijk, hetzelfde. 16 bij 23 hertz. Dus het is precies hetzelfde. Alleen deze is dan met kabel. En de Bluetooth versie is dan weer zonder kabel. De Bluetooth versie is wel iets zwaarder. Maar niet echt heel erg zwaar. Dat het lastig voelt aan je oren. Dat zeker niet. Geluidskwaliteit een stuk beter, voller, warmere klanken dan de Sony van mijn vorige review. Ik zal hem even op de Galaxy Note even zetten. Met dit knopje maak je hem aan. Gaan we eens even kijken of we verbinding kunnen krijgen. En dan gaan we een klein stukje afdraaien. Even kijken of je wil verbinden hoor. Hij heeft nu geen verbinding volgens mij. Dan moet ik even iets zoeken. Hij knippert ook rood-blauw. Dat geeft aan dat er geen verbinding is. Dus even altijd even zoeken hoe dat ook alweer moet. Even kijken, daar gaat hij weer. Drukken we hem nog een keer. Gaat hij blauw knipperen. Eens even kijken hoor. Up. Muziekje aan. Nou, eens even kijken of hij gaat verbinden. Hij is nog niet verbonden. Gaan we nog een keer proberen. Even weer helemaal uit. Nu is hij volgens mij geen verbinding. Nu is hij helemaal uit. En dan drukken we hem weer aan. Hup. Yep. Even loslaten. Ja, nu is hij verbonden. Hij gaf een paar pieptoontjes aan. Nou, laten we even kijken of hij een muziekje wil afdraaien. Nou, als het goed is, kan ik dus gewoon hierop drukken. Nou, jullie kunnen het niet zo goed horen natuurlijk. Je moet hem over je oren hebben. Maar je kan in ieder geval hier vandaan dus play pauze kan je doen. En dan gaat hij weer op play. Volgende. Zo. Ik kan het ook een beetje horen.
Nee. Dus dit zijn ja, toch best wel goede koptelefoons voor een mooi prijsje. Als je een beetje rondzoekt op het internet, dan kan je ze nog onder de €200 vinden. En dan heb je een goede kwaliteitskoptelefoon van een goed merk. Niet overdreven, net zoals de Beats en de andere zooi. Maar gewoon degelijk kwaliteit. En de accu die gaat echt belachelijk lang mee. Ik heb hem nu al volgens mij 2 weken. En ik 2 weken gebruikt en nog niet hoeven op te laden. Dus wat dat betreft, petje af. Accu van Clips, dat zit echt goede kwaliteit. Nog een keertje, Clips. Stevig glimmend plastic. Goed in elkaar geschroefd. Dit is echt een koopje hoor. Dus dit is een aanrader, zeg ik dan. De Clips Image One Bluetooth en de Clips Image One bekabeld. Allebei hele mooie koptelefoons voor redelijke prijzen. Dit was mijn review van de twee Clips koptelefoons. Tot de volgende keer, waarschijnlijk weer met een smartphone. Tot ziens.